Een hele goede dag en welkom bij de wedstrijd Urk 1 tegen VVSB, de samenvatting. Een wedstrijd die veel spektakel belooft, dus blijf vooral kijken. Hier gaat pupil van de week Milan Hakvoort. Hij gaat langs een paar verdedigers en de oplaspop. Daar gaat hij. Hij is nu in de 16 en hij scoort. Dat is nog niet velen gelukt, maar hij scoort. Het staat helaas geen 1-0 voor Urk, maar goed, we moeten er maar mee doen. Hier verovert Urk de bal. Lucas Stol aan de bal. Hij gebruikt zijn snelheid goed. Hij gaat langs de verdedigers en er komt niks uit, want hij wordt weggehaald door de nummer 15 van VVSB. En daar de crosspaas van Ieder den Dulk op Lucas Graal. Hij probeert de bal te krijgen naar Ieder Nentjes. Lukt dat? Nee. Hij wordt onderbroken door de verdedigers en Ruben Valk pakt hem op. De keeper van VVSB. Vrije trap voor Urk. Jan Ras gooit hem in de 16. Daar is Benny Dunnik en de keeper raakt geblesseerd aan het hoofd, zo lijkt het. Volgens mij heeft hij pijn. Hij zal later de wedstrijd wel hervatten. Hier is nog een vrije trap voor Urk. Deze gaat naar Klaas Kramer. En daar komt de tegenaanval van VVSB. Slecht verwerkt door Auke Kaptein, die voor de rest een hele goede wedstrijd zal keepen. Peter Wesselink was woest. Het was namelijk buitenspel. En hier legt de grensrechter even uit wat de normen en waarden zijn. En dan de lange paas van Jarno van Essen op Klaas Kramer. Hier is Lucas Graal. Johannes Schrijver. En daar is Lucas Stol. Die kan uithalen. En die gaat hoog over. Een goede kans gaat verloren voor Lucas Stol en SV Urk. Dat zou een goede herovering van de bal zijn geweest, maar hij werd toch weer onderschept. Daar gaat de nummer 7. De 16 in. En dat is een... Nee, dat is geen goal. En daar heeft Auke toch misschien wel een beetje geluk. En volgens mij heeft hij het ook wel een beetje warm. VVSB dan weer aan de bal. Eigenlijk de eerste helft was VVSB de bovenliggende partij als het ging om balbezit. En daar wordt hij erin gekopt en dat is spits onder nummer 9. Jesse van Nieuwkerk die scoort. En het staat 0-1. Dan begint Urk weer aan de tegenaanval. En eigenlijk wordt het gelijk gevaarlijk, want hier komt Klaas Kramer. En die wordt naar beneden gehaald. En dan zou je toch zeggen, dit is rood, maar nee hoor. Hij geeft de gele kaart. En Jano van Essen is het volgens mij daar niet mee eens. Hier een vrije trap, Ieder Nentjes net over, maar een corner. Corner wordt snel genomen. Daar gaat hij en dat is Jano van Essen. Hij scoort. Het is 1-1 en het heeft niet lang geduurd voor VVSB, maar het staat weer gelijk. Dus er is nieuwe hoop voor Urk. Dat is een lange bal op de buitenspeler van VVSB. Eigenlijk komt er helemaal niks uit. Een goede bal van, het lijkt Johannes Schrijver. Daar gaat Lucas Stol. En dat gaat in niks op.
Urk zet door. Jan Ras net naast. Grote kans, eind eerste helft, maar toch jammer dat hij er niet in vliegt. Hier een overtreding van Urk. En een geweldige redding van Auke Kaptein die Urk op de been houdt. Dit was een van zijn mooie reddingen. En hier is het rust. We gaan rusten met 1-1. SV Urk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties. Totec Installatietechniek. Cliff 18. En No Milk Today. Dan zijn we begonnen aan de tweede helft. En gelijk eigenlijk al een kans van Lucas Tol. Die wordt onderschept. En hij blijft liggen. En die zal later ook geblesseerd van het veld af moeten. We weten niet precies wat hij had, maar het zag er niet lekker uit. Dan een corner voor Urk. En daar is Benny Dunnek. Hij scoort. Het is 2-1 en de vorm gaat uit zijn plaat. Want Urk staat voor. 2-1 in de 50ste minuut. Nou wordt het gelijk weer gevaarlijk, maar weer een geweldige redding van Auke Kaptein. Die ook blijkbaar last heeft van zijn edele delen. Dat kan een keeper nog wel eens overkomen. Ik kan uit ervaring spreken. Daar gaat hij weer, VVSB. En daar werkt Auke Kaptein hem eigenlijk toch een beetje zijn eigen doel in. Wel jammer. Hij keept voor de rest fantastisch, maar dit was even een tegenvaller. Daar Jan Ras. Rijdt erin. Goed schot en een geweldige redding ook van die keeper, Ruben Valk. Ook hij was goed bezig. En daar ligt het helemaal open voor VVSB en ook weer een fantastische redding van, jawel, Auke Kaptein. En nog één. Hij is op dreef. Wordt hij weer de 16 ingeslingerd en daar is het. Een afgekeurde goal, buitenspel is het. Ik wou bijna zeggen een goal van VVSB, maar dat valt dus wel mee. Dan de debutant Maarten Verbaan, hij komt erin. En daar komt VVSB niet op 2-2. Op de lat en weggewerkt door Benny Dunnek. VVSB is de tweede helft heel gevaarlijk, vooral aan het eind. En daar is de goal ook, maar weer buitenspel. En de bank van VVSB vond dat niet zo leuk. En daar gaat Benny Dunnek toch weer verder. En ja, Janno van Essen heeft de bal. En Pieter Brands pakt hem af. En daar is het. 3-2. En de vorm gaat uit zijn plaats. Maar moet u eens opletten wat er nu gebeurt. Het is een afgekeurde goal vanwege vermeend buitenspel. We hebben dit nagekeken en dat was niet zo. En dit is het einde van de wedstrijd. Uitslag 2-2. Wilfred, welkom in de Bisschop Club Urk. De eerste helft, ik zie een goed spelende ploeg van jou, met kansen. Maar wat vind je zelf van het plan wat je op Urk kwam, om te gaan spelen hier? Nou, dat plan wat we hadden, dat kwam aardig uit moet ik zeggen. De eerste helft, maar ook de tweede helft. Ik krijg natuurlijk twee goals tegen uit spelhervattingen, wat eigenlijk gewoon niet mag gebeuren. Maar goed, je kan in het voetbal ook niet alles voorkomen. Alleen als je natuurlijk, ik denk bij elkaar 15, 16 kansen krijgt, waarvan we er minimaal wel 2 of 3 nog bij hadden moeten maken. Hè, met alle complimenten aan hun keeper, die echt een fantastische wedstrijd speelde. Dan hadden we gewoon met winst weg moeten gaan. Ja, dan kom je in de tweede helft de kleedkamer uit. Dan de eerste kwartier is Urk de bovenliggende partij. Dan draait langs van die wedstrijd. En net wat je zegt, dan krijgen jullie zoveel kansen. En waar ligt het aan waarom jullie die kansen missen? Ja, kijk, ik denk aan twee dingen. Eén is dat we alles recht op de keeper schieten, waardoor hij een kans heeft. En de tweede is dat alle ballen die we naast de keeper schoten, die pakte die ook. Dus ja. Hij was niet voor niets man of the match. Ik denk dat jullie nu nog steeds in onze regionen staan, bij de plaatsen. Ik denk dat je met deze ploeg langzaam omhoog kan kruipen met een goed voetballende ploeg.
En wij wensen jullie heel veel succes in de loop van de competitie. En goede reis naar Den Haag toe. Peter, dan mag jij een verhaal vertellen. Eerste helft liepen wij achter de eerste deel achter de feiten aan. Een beetje een rommelige wedstrijd. Weinig opbouw bij Urk. Dat was niet het plan, denk ik. Vertel even jouw verhaal van de eerste helft. Ja, hou me vast. Goed. Ja, je houdt de regie in handen, Jan. Ja. Nee, duidelijk. We zeggen altijd van, joh, wat je ziet is op het moment dat die bal genomen wordt van achteruit vanuit de keeper, dat eigenlijk alle ploegen hoog gaan staan. Ja, en ben je goed genoeg met elkaar om daar oplossingen voor te vinden, dan ga je voetballen. Nou, je hebt gezien wat wij hebben kunnen brengen, dus ook redelijk snel de lange bal. En een aantal keer, ja, en uiteindelijk werden we gewoon gedwongen omdat die ballen niet allemaal bij ons kwamen, waren we veel aan de bal, waardoor we eigenlijk teruggedrongen werden en op eigen helft. Dat hadden we redelijk goed voor elkaar, vond ik. Alleen aan onze rechterkant hadden we het lastig. Als ze al doorkwamen, kwamen ze vanaf die kant door. Nou, toen hebben we eigenlijk ervoor gekozen om de tweede helft gewoon in te zakken, klein te maken. Duidelijk de eerste kwartier prima, wat jij ook zegt. En daarna lopen we eigenlijk alleen maar achteruit. We krijgen nergens druk op de bal. Op een gegeven moment Janno zelfs nog als spits zijn op het middenveld gebracht. Die twee centrale verdedigers. Dat vonden we allemaal wel prima. Dus eigenlijk achterin een overtal in het centrum. Tegen hun drie spitsen, wij verdienen vier verdedigers, vier middenvelders. Tegen drie middenvelders. Maar toch waren we niet in staat om ook maar ergens echt druk op de bal te krijgen. Fitte ploeg, handige spelers. Waren ook in staat om zichzelf vrij te spelen. Ik ben heel benieuwd naar de beelden eigenlijk. Want ik had eigenlijk ook geen antwoord de tweede helft, de laatste half uur. Van hoe kunnen we dat nou omdraaien met elkaar? Lastige wedstrijd. Dadelijk mag je handen dichtknijpen. Ja, ik denk ook dat het met de weeromstandigheden te maken had. Dat er weinig, veel loopwerk van sommige spelers waren. Dat eerste kwartier kantelde de wedstrijd een beetje. En wij moeten denk ik blij zijn met de punt. Of zie je dat anders? Nee. We hebben natuurlijk al veel te veel gehad met een punt, denk ik. Of denk ik, dat weet ik wel zeker. Met de kansen die zij krijgen. Het waren zeker geen kleine kansjes. Maar je ziet hoe raar voetbal is. Uiteindelijk schiet je maar zo, kun je maar zo met drie punten hier. Dat die op Urk blijven. Dat was natuurlijk helemaal niet verdiend. Maar ja, dat is ook voetbal. En ik vind eigenlijk, er zijn een aantal spelers die hun niveau hebben gehaald. De grote winst vandaag is natuurlijk onze keeper. We hadden geen enkele twijfel over Auken vandaag. Hè. Laat dat duidelijk wezen. Echt totaal niet. Hè, want ik ben nu 10 weken hier. Hij doet geen gekke dingen. Op de trainer houdt hij gewoon de ballen tegen die hij tegen kan houden. Hij is aan de bal goed. Hij is rustig. Dus daar hadden we totaal geen... Alleen, je moet het maar zien op het moment dat het echt moet gebeuren. Ja, we hebben natuurlijk wel gezien met Auken dat hij... Dat hij tot dit in staat is. En dat is, vind ik, echt winst. Hè. Dus dat geeft wel een rustig gevoel in ieder geval voor de komende periode. Prettig. Nou, ik denk van een mooie afsluiting. Urk een mooi punt. En doe nog steeds mooi mee. Dus, heel bedankt. En goed weekend. Graag gedaan, Jan.